De 3300 meter lange sluiskreek, de Paramaribo Noord, wordt opgehaald. Dit is onderdeel van de ophaalwerkzaamheden die vanaf 14 februari door het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTNC, werken in dat gebied wordt uitgevoerd. In het persbericht meldt het ministerie dat de afdeling ontwatering binnen 12 werkdagen klaar moet zijn met deze activiteiten. Winod Bisisser, waarnemend coördinator open riolering van de afdeling ontwateringswerken, geeft aan dat de lozingen langs de basalt en de Picassostraat in de komende weken ook opgeschoond zullen worden. Gedurende deze werkzaamheden kunnen verkeersopstoppingen zich voordoen. Het ministerie doet daarom een beroep op de samenleving haar medewerking te verlenen.